Goed. Maar goed ook. Kwam ik al in de uitzending met een hele hoop kabaal. Wat je hoorde was Peter Labrière, die met zijn Harley Davidson zijn intocht hier kenbaar maakte in Leiden. Want wellicht zal hij, maar ja, dat weet je natuurlijk nooit zeker, met voorkeurstemmen dan in de raad terechtkomen. Want de Stadspartij heeft ook een zege gehaald. Hij behoort tot een van de winnaars, meneer Labrière. Dus dat betekent, nou, het plus wil ik niet zeggen, maar die bankjes zitten toch ook wel lekker hoor. Jawel, en ik kom daar natuurlijk van een waanzinnig zadel af. En ik denk dat, dat de samenwerking tussen D66 en de SP waanzinnig gaat worden de volgende jaren. En dat onze ideeën gerealiseerd kunnen worden. Dat we binnen een jaar, twee jaar toeristenstad nummer twee zijn. Ja, dat is wat, wat u graag wil en waar u voor ijvert. Maar goed, dat raadswerk dan, dat gaat veel tijd in zitten. Ik weet niet of je nou een keer naar Zwitserland gaat. Dat kan makkelijk, want wij kunnen heel goed delegeren. En dat gaan we doen ook. Dus die zetels die we hebben, daar heb ik dus goed over nagedacht, die kunnen we ook delen. Het is een gedeelde zetel. Dus dat er altijd iemand aanwezig is. En met de goede kennis en de juiste kennis op dat moment. Goed, dat zegt Peter Labrière, die op de lijst staat van een kleine partij hier in Leiden. Dus ja, de vraag of Leiden inkomt, ja of nee, dat is natuurlijk de vraag die ook meegekomen wordt zo dadelijk in deze bijeenkomst hier in het stadhuis. In elk geval heb ik nog even de boom wat er dan mogelijk is aan een coalitievorming hier in Leiden. En er is officieel nog genoeg, er zijn genoeg zetels eigenlijk om de oude coalitie die hier voorheen zat, om die nog te handhaven. Maar ik heb begrepen van meerdere kanten dat er wordt gezegd, nou dat is absoluut onmogelijk. Samenwerking tussen PvdA, GroenLinks, PvdA en CDA, dat zit er waarschijnlijk niet in. Ja, en dan is er nog een andere optie denkbaar, dat is D66, SP en VVD. Dat zijn er dan ook 20, dat is één zetel meer dan de helft. Dus daar kun je dat ook mee redden. Ja, misschien dat GroenLinks dan nog meedoet. Dan hebben we er nog 4 bij. D66 heeft misschien nog een voorkeurstemmetje die ze erbij trekken, of een restzetel. Ja, dan hebben we er 25 en dan kunnen ze aan de gang gaan. Wat ik interessant vind om te weten is, wat gaat er nou uiteindelijk gebeuren met die Rijn-Gouwenlijn? Want D66 heeft heel hard gezegd, meewerken aan de Rijn-Gouwenlijn. Dat doen we niet. Ja, en dan hebben we ook nog Leiden-Dorp. Die wil eigenlijk ook die tunnel niet. Dat wordt een interessante ontwikkeling en de provincie zal de komende tijd daar nog wel de nodige ingrepen of moeten plegen of gewoon moeten toegeven dat het maar beter niet doorgaat. Alles is mogelijk in Leiden en zo dadelijk weten we daarover meer. Ja, 206.